Jan, je bent de derde keer te gast bij ons. Het is leuk om te volgen wat jij doet, wat je gedaan hebt en wie je hebt meegebracht. Misschien moeten we daar eigenlijk maar gewoon beginnen. Want even daarover. Vorige keer spraken we met je over Zoomin, TV. Eerste keer over hoe goed het met jullie ging. De tweede keer over dat je het succesvol verkocht had. Beter ging. Ja, nog beter ging. Fantastisch ging het. En een minderheidsaandeel nog over had. En daar ben je nu ongetwijfeld nog steeds mee bezig, maar met meer. En daar gaan we vandaag in eerste instantie even over praten. Dus ik wil eigenlijk gewoon aan die kant van de tafel beginnen. Wie heb je meegebracht en waarom? Nou, vraag het maar. Wie ben je? Ik ben Vince Irie en ik ben professioneel drone racepiloot. Wow. En wat heeft dat met Jan Riemens te maken, wil ik dan onmiddellijk weten. Nou, Zoomin houdt zich veel bezig met drones en de ontwikkeling ervan. Vandaar ben ik hier, om het een beetje te laten zien wat drone race eigenlijk is, wat inhoudt. Ja, dan vind ik het toch leuk, Jan. Vind ik het toch leuk als jij daar eerst even wat over vertelt. Wat jij met drone racing doet, komen we daarna even terug op je videobusiness. En dan gaan we even kijken hoe het werkt in de praktijk. Maar vertel eerst even, wat doe jij daarmee? Met drone racing? Ja. Nou, ja, eigenlijk een beetje terug koppelend op de vorige twee gesprekken. Wat is er eigenlijk in de wereld aan de hand? 3 jaar geleden zei ik in Hilversum een keertje in het Hol van de Leeuw van, nou, met televisie gaat het zo langzamerhand wel een beetje lastiger. Dat weten we nu allemaal. Maar als je het helemaal doortrekt en ziet wat er gebeurd is met, ook met ons op YouTube en met Facebook en alles wat er komt, is de conclusie eigenlijk, hele grote conclusie is dat advertenties eigenlijk gaan verdwijnen. Dus het is straks bijna niet meer mogelijk om nog te adverteren. Dat betekent dat iedere business die enigszins gestoeld is op adverteren, en dat zijn de meeste, hebben een probleem. Dus de disruptie die daar vandaan komt, hoe komt dat? Eigenlijk, plat gezegd, kort door de bocht, dat jongeren geen advertenties meer accepteren. Wij focussen heel erg op de generatie Z, ook wel de Gen Z's genoemd. Eigenlijk de opvolger van de millennials. De millennials zitten nu gezamenlijk op de bank. Okay. En zijn al millennial vader en moeder. Maar de leeftijd 5 tot, laten we zeggen, 24 op dit moment, generatie Z, zitten contrair aan elkaar. Het is een compleet andere doelgroep, compleet andere mensen. Heel ongrijpbaar, zegt iedereen. Heel ongrijpbaar. Dat komt omdat ze eigenlijk geboren zijn met online zeg maar, aan hun oor. Ze hebben 2001 meegemaakt. Dus meer een angstomgeving. Hè. De Clinton-generatie, de millennials, hebben dat bijna niet gehad. Altijd vrede, maar ook altijd veel geld. En we hebben in 2008 hebben we de crisis gehad. Het zijn 3 elementen die heel erg doorspelen in de opvoeding van de generatie Z. Dat betekent ook dat ze veel bewuster en veel ambitieuzer leven. Vandaar dat je ook successen krijgt bij bedrijven die aan delen doen. Hebben, of delen is het nieuwe hebben. Uber, Airbnb, dat soort bedrijven zijn niet alleen succesvol omdat het goede concepten zijn, maar ook omdat die doelgroep dat allemaal omarmt. Verbeter de wereld. Ook echt een Gen Z kenmerk. Nou, maar wat ze absoluut niet willen is platte verhalen van adverteerders. Want voor de ene adverteerder en de andere adverteerder. Dus je moet een verhaal vertellen om nog geloofd te worden. Waarheid is belangrijk. Ik vind het een lange inleiding om bij een drone uit te komen. Ja, maar anders praat jullie al met tijd voor. Je bent bang dat ik aan praat. Als je mijn vinger geeft, dan... Dus de platte verhaal is van nu even worden niet meer geloofd. Dus dat betekent dat je op een hele andere manier, als je nog wat wil verkopen, op een hele andere manier moet gaan presenteren. Nou, kort gezegd, wij leven nogal van de advertenties, maar we leven ook van verhalen. We maken heel veel video's, als jullie weten. Nog steeds 400 per dag in 22 talen en wereldwijd. China gaat als een dollar, weet je nog? 2 jaar geleden zei je pas op China. Ja, je zei het. Is binnen 12 maanden ons grootste land, by far. En misschien wel de helft van de omzet. Echt waar? Ja. Gaat geweldig. Mooi. Bottom line, als we die generatie willen blijven bereiken en willen wij onze adverteerders kunnen blijven bedienen, dan zullen we op een andere manier die generatie moeten gaan bereiken. En eigenlijk zijn er nog maar 3 manieren om ze te bereiken. En iedereen die Gen Z's kinderen heeft, die weet dat ongeveer wel. Die zijn er natuurlijk weer veel te oud voor. Maar dat is eigenlijk outdoor, nog alles wat op straat gebeurt. Live events, vooral sport en muziek. De mobiele telefoon. Dus met name video is het meest gebruikte. 76-80% van het dataverkeer is video. Die 3 samen, daarmee bereiken we nog Gen Z's. Nou, live events en mobile video zijn we goed in. Outdoor, dat hebben we nog niet, maar daar
We moeten misschien een JCDCO over overnemen. En wat voor live events kan je allemaal bedenken? Nou, we managen heel veel talenten, duizenden wereldwijd. Ja, dat zijn de YouTube-talenten. De YouTube-talenten, maar de talenten die onze VJ's in de wereld allemaal vinden. Al die 3500 reporters die we hebben rondlopen. Ja. We hebben exclusief Columbia gedaan van de week, bijvoorbeeld. Niet de persconferentie, maar het hotel in het Derkbold. In het Spaans. Ja. Daar zijn we heel sterk in. Dus die VJ's vinden allemaal talenten. Die talenten, daar maken we sterren van. Als je het in je hebt, dan gaan we bouwen. Dan gaan we hier wat van je maken. Dronepiloten zijn talenten. Ja, dus dan gaan we een mooie brug. Ja. Daar zijn er inmiddels heel veel van wereldwijd. Die amateuristisch drone racen. Het mag ook bijna nergens, zeker in Nederland niet. Nee, je mag in Amsterdam ook al nergens meer vliegen. Ik ben een drone-fanaat ook, hè, dus daarom vind ik het ook leuk. Maar jij bent amateur. Ik ben volledig volledig amateur. Ik laat je nooit uitpraten. We moeten ze dus helpen. Klopt. Ja. Ja. Dus als we ze faciliteren om te kunnen drone racen, echt te kunnen racen, dingen die gaan 150 km naar harde per uur. Dus dachten we van, nou weet je wat, dan het is niet helemaal zo gegaan, want we zijn al een jaar geleden een bedrijf tegengekomen, Formula FPV, ja. in de jaarbeurs. En toen we dat zagen, dachten we van, hé, daar kunnen we wat mee. Daarmee kunnen we jongeren activeren. Dat is een live event. Het is fantastisch. Ja, dat was wat Formula FPV deed. Die organiseerde drone events. Die was toen in de jaarbeurs. Waar al die mensen gingen racen in rondjes. Ja, neem ik wel even voorkomen dat het een college van Jan Riemers wordt. Want interactiviteit is zo leuk van dit soort programma's. Dat we met elkaar in gesprek zijn. Oké. Okay. Dus, ik had geen instructies niet gelegen toen ik binnen kwam. Nee, maar jij dacht, jij was daar. Laten zien, dat probeer ik het zo snel te doen, dan kunnen we even kijken. Ja, maar je was daar op bezoek en jij dacht, dit is wat. Ja, dus wij dachten, dit is fantastisch. Dus zijn we met de jongens gaan praten. Ja. En hebben gezegd van, nou, willen jullie niet samenwerken? Dan gaan we er iets groots van maken. Ja. Wereldwijd. Dus de idee is om wereldkampioenschappen drone racen te gaan organiseren. Hetzelfde eigenlijk met de Formule 1. Ja, dus vorige maand is dat ook gelukt in de arena? We betrachten het klein aan, beginnen met de arena. Zo aardig om mee te willen werken. Dus we hebben daar voor de eerste keer twee keer eigenlijk een sponsoravond gehouden. We hebben een echt drone race circuit neergezet op het gras van de arena. En zijn daar gaan drone racen met 8 piloten om te laten zien wat een fantastische sport dit gaat worden. United gevraagd om het in beeld te brengen, dus we hebben ook nog gewoon een kwalitatieve televisieuitzending ervan gemaakt. En die gaan nu de hele wereld rondom alle broadcasters laten zien van kijk eens hoe we hier een nieuwe sport aan het... Wat is je toekomstvisie hiermee? Want dit wordt natuurlijk pas echt wat als je overal van dit soort competities krijgt waar mensen ook onder vergelijkbare omstandigheden het met elkaar kunnen opnemen. Hè? Nou, er zijn twee dingen. Vanaf december willen we 7 wedstrijden in de wereld gaan houden. Op elk continent 1 en dan de 7 in een continent naar keuze. Ja. Maar wat we ook willen eigenlijk is dat vooral jonge mensen, tieners, drone racen kunnen in een veilige omgeving. Dus een soort van kartbanen, drone grounds willen we neerzetten. In zoveel mogelijk steden. Daar gaat dan 1 circuit in. Het circuit is overal hetzelfde, zodat je wereldwijd tegen elkaar kan racen. Gewoon bijhouden op een app. Steeds jezelf verbeteren. Het is ook leuk voor de bouwers, want je hebt piloten en je hebt bouwers. Daar zullen ze wel het een en ander over vertellen. Maar die bouwers vind ik nog gaver, want ik ben natuurlijk technisch ingenieur. Dan de race is trouwens ongelooflijk moeilijk om zo'n ding rond een paal te krijgen. Ja, wat misschien moeten we even naar... Ja, naar maar dan komen daar dus de beste dronepiloten uit en die mogen dan weer naar de wereldkampioenschap. Dus zo willen we doen. Ja, hey, wat voor drone is dat die jij hier hebt staan? Dat is geen standaard ding, hè? Ja, dit is een Vortex 150 van Immersion. Ja, het is gewoon een kleine drone die je dus bestuurt met een remote en je hebt een bril op en met die bril zie je wat die drone ziet door de camera. Ja. En daarmee ga je een parcours langs en dat gaat super hard. En het is heel leuk, want het brengt de virtuele wereld naar de echte wereld. Dus het is een soort van gamen, maar dan ben je toch buiten. Ja. Dus de wereld is je playground. Dus je kan overal heen waar je wilt, waar je maar een parkje ziet, waar je leuk rond kan vliegen. En dan kan het met een race drone. Ja, en hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Ben jij professioneel of ben je amateur? Ik doe dit sinds kort als beroep. En ik ben erbij betrokken geraakt door vliegtuigen. Dus iedereen kent wel die vliegtuigers waar je naar kijkt, zo in de lucht en die je een beetje controlt. Nou, dat deed ik 3-4 jaar geleden. En toen wou ik eigenlijk door de bossen heen en toen ging ik op YouTube kijken en hoe kan je dat doen nou met een race drone. En dat was toen net uit
Ja. En toen alles verkocht wat hij kon verkopen om het te financieren. En no turning back. En sindsdien ben ik alleen maar aan het racen. Ja. Superleuk. Was je ook in de arena? Ja, ik was stand host het event. Ik presenteerde het event. Hij was heel goed ook. Geweldig. Hartstikke. Ja, maar dit is zo'n race drone. Hoe hard gaat zo'n ding? Nou, ze gaan gemiddeld 150 km per uur. Jezus, ja. En je moet gewoon een hele snelle reactievermogen hebben om het bij te kunnen houden. En er zijn goede piloten wereldwijd. Dus je hebt de Engelsen, Polen, Spanjaarden. En die komen er allemaal samen, zoals Jan zei, in het Amsterdam Arena. Dat was pas een supergroot event en dat is heel vet. Nou is de Nederlandse wetgeving heel streng. Je mag niet vliegen in de buurt van mensen, niet over mensen heen, niet binnen, dat mag allemaal niet. Dus ik zou je willen vragen om eens even met dat ding hier zo... Kun je eens wat laten zien? Ja. Ik heb het net getest. De deur staat open, misschien kun je nog naar buiten. Ja, we hebben hier een schermpje. Ja, die kunnen we aanzetten en dan krijg je een live beeld van wat die drone ziet. Dat mag jij zo even hier neerzetten voor de camera. Ik heb hier een flesje. Jij doet je bril op. Ja, ik doe mijn afstandsbediening even aan. Dan kunnen we zien wat die drone ziet. Eén moment. Ik zet hem even aan. Oké. Dan gaan we hem. Nu zijn we buiten. Nu zijn we buiten. Jezus, man, kijk uit. Ja. Is het donker buiten? Ja, we zien het heel goed. Je vliegt onder dat ding door. We hadden geen circuit nodig gehad in de arena. Dit is Freedom. Ja, vertel er wat bij, of moet je concentreren? Ja, nee, het gaat wel goed. Ja. Het is heel moeilijk, want je moet het soort van balanceren. Het is net een bal die je balanceert. Ja. Dus om langzaam te vliegen, dat is het moeilijkst. En als je naar mijn duimen kijkt, die moeten niet trillen, maar die trillen wel een beetje. Oh, hij komt binnen. En om heel langzaam te vliegen is het moeilijk, dus ik doe extra mijn best. Kijken of we hem weer op de tafel kunnen landen. Misschien gaat het lukken, misschien niet. Ik hoop het. Oh. Ja, gaat goed. Gaat goed. Oh, maar toch applaus vind ik. Ja. Hij is er niet van binnen. Ja, mooi man, super. Ja, ja maar het idee is om er heel hard mee te gaan natuurlijk. En ik wil voorzichtig blijven, dus niet tegen de mensen aan. Maar het is gewoon een hele verslavende sport. Want ja, je kan het zoals gezegd overal doen. En die trekbouwers maken hele gave treks met hoepels, met ledlampen. En bij een normale race, bijvoorbeeld Formula racen met van die auto's, die gaan links en rechts. Dat is één wat je kan doen. Met een drone kan je nog omhoog. Dus het is echt 3D. Dus die tracks kan je zo gek maken als je maar wilt. Met hoepels en rare dingen in de lucht en lampen. En... Is het niet jammer dat je buiten in Amsterdam helemaal niets meer mag? Nee, want het is wel een beetje logisch. Als er mensen zijn, is het best wel gevaarlijk. Ja, het is levensgevaarlijk. Maar als je een parkje afsluit en je zet wat pionnen neer en je zet een parcoursje op en mensen blijven dan wel uit de buurt en dan kan je het wel echt laten zien. Ja. Ik denk dat het wel echt de toekomst is. Dat we over 5 jaar, net als kids vroeger gingen skateboarden en dat helemaal groot werd. Dat dit soort van technologie gaat vooruit. Dit is de toekomstsport, denk ik. Ja. Geloof ik. Ik vind het toch wel een opmerkelijke overgang, Jan. Van video, MCN's, YouTube. Nee, dat weet je wat het is? Die drones maak je filmpjes mee. En die filmpjes die kun je dan ook weer verspreiden. En dat is maakt beelden die je normaal niet maakt. Ook niet met een GPS-drone. Dus je hebt van die normale drones waar iedereen mee filmt. De DJI. Ja, die heb ik. Nou de Mavic Pro, hè? Ja, die zijn heel statisch. Dus die beelden zijn heel recht. Het is allemaal heel statisch. Ja. En met deze kan je alle kanten drinken. Op. Ja. Het is gewoon... crazy. En Jan, maar je hebt... Het is mooi. Ik zou, in het verlengde hiervan zou ik zeggen, die e-sports is ook een belangrijke trend in de ontwikkeling. Doe je daar ook wat mee? Nee. Waarom niet? Omdat het al heel erg groot is. Het heeft weinig zin om daarin te investeren. B, onze moeder, Modern Times Group, heeft daar al een aantal grote investeringen gedaan. En ik vind het zelf vind ik geen bal aan. Dat is ook op zich ook wel een goede reden. Hey, want zeg, de laatste keer dat ik bij jou was, was je bezig met een kattenkanaal. Want dat vind je wel wat aan. Hoe is het daarmee gegaan? Ja, dat is klaar. Ja? Dat heet Katopia. Ja. Katopia.tv. Ja, okay. Is uitermate geschikt voor oudere vrouwen die thuis zitten en niks te doen hebben. Ja. Of hotels, noem maar op. Ja. Hey, maar het zijn allemaal voorbeelden. En het is wel een goede vraag, Roland. Waarom nou in één keer drone racen? En eigenlijk maken we gewoon de volgende stap. Dus
Eén ding weten we zeker, van adverteren moeten we het niet hebben, van adverteren ze wel. En het zijn twee heel grote verschillen. En die willen zich verbinden aan dit soort events, aan dit soort... Exact. Dus we hadden 120 potentiële sponsoren, broadcasters, et cetera, op het event, die alleen maar kwamen om te kijken van, wat kan ik hier nou mee? Is dit iets? Nou, je ziet bij e-sports dat het ook nieuw is. Het is nu in Azië al een Olympische sport aan het worden bij de volgende Games. Het is alleen enorm groot, 128 miljard gaat erin om, heb ik begrepen, dit jaar. Wereldwijd. Nou, in drones worden er al voor miljarden aan consumentenspullen verkocht. Ja. Want jij hebt ook zo'n ding. €1200, nou, huppelakee. Ja. Gemiddelde amateur die geeft zo'n 2000 euro per jaar uit aan dat soort spullen. Dus het is een gigantische markt. Ja. Maar niet als er geen echte sport in opkomst. Dus niet als we echt een goede piloot, als we helden krijgen. En die helden krijgen followers en die followers hebben weer fans. En zo bouw je een sport vanaf de grond op. Het Eredivisie voetbal zat er in 57 ook heel anders voor. En dat geldt hier ook voor. Wat onze taak is in feite herkennen wat talenten en wat helden zijn. Die ontwikkelen en daar goede dingen mee doen. Maar alleen moet je het niet meer met simpel adverteren en een bannertje plakken. Dat werkt niet meer. Het moet integrated marketing zijn. En een brand moet er echt iets mee kunnen. Het publiek wat we trekken, 50.000 jongeren in een stadion, dat is de value uiteindelijk. En die kijken geen televisie meer, dus... Nou, dan wordt er heel vaak gezegd, weet je, bij bedrijven zoals jij het hebt, focus. Het gaat allemaal om focus, focus, focus. Ja. Je bent echt aan het diversificeren. Ik focus me kapot. Ja, ik moet het ook weer uitleggen. Ja, nee, maar het is... Vond je, want je hebt je bedrijf in de zomer van 2015 verkocht aan MTG, een Zweedse partij. Ja, wat vonden die daarvan? Niet te verwarren met TMG. Nee, MTG is het. Dus TMG, maar wat vonden die daarvan? Vonden die dat gelijk... Van een drone is het bedoel logisch? Nou, ten eerste hebben zij ons gekocht, dus zijn ze zelf enorm aan het diversificeren. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is het bij elkaar brengen van een brand en een kijker. Dat is ons sleutel. Alle uitgevers die hier zitten doen maar één ding, is twee partijen bij elkaar brengen. Of het nou VN is of WPK. Dat is wat we allemaal doen. We doen het allemaal op een andere manier. En wij doen alles rondom video. Ja. Nou, dat is ook natuurlijk het mooiste medium. Tekst wordt ouderwets, maar in video moet je wel wat laten zien. En ik geloof heel erg in individuele talenten, omdat die niet kopieerbaar zijn. Bijna alles is kopieerbaar. Het hele NOS Journaal wordt al 20 jaar gekopieerd en het staat nog steeds naast elkaar en het wordt nog steeds allebei gemaakt. Totale onzin natuurlijk, want één is genoeg. Dan zie je bij elke persconferentie staan er 10 mensen naast elkaar, dat vinden allemaal hetzelfde. Het is flauwekul, het kost alleen maar een heleboel geld. Dus, en er is geen Gen Z en geen millennial meer die ernaar wil kijken. Want het differentieert niet en het is niet uniek en het is niet anders. Ik geloof heel erg dat we unieke verhalen moeten brengen. Untold stories noemen we ze ook. Daarom dat ik 3000 mensen in de wereld rond heb lopen die daarnaar op zoek gaan. Maar ik heb een enorm kapitaal aan dit soort mensen wereldwijd. In honderden talen die allemaal dit soort dingen doen. En heel divers. We hebben samen met Fremantle een boyband samengesteld. Continuum geheten. Oh, ja, dat is heel wat anders. Van 4 jongens die heel goed covernummers kunnen zingen. Maar nu samen een band vormen, maar elkaar nog nooit hebben ontmoet. Dus we brengen dat digitaal samen. Hebben al een paar honderdduizend fans. Ja, en de rode draad is gewoon dat jij nieuwe manieren zoekt. Precies. Om jonge mensen aan je te bidden, waardoor jouw adverteerders daar iets mee kunnen. Ja. Exact. En wij maken hier ook vervolgverhalen, dus we kunnen niet helemaal laten passeren dat je even een update moet geven waar je staat. Jij verkocht 2 jaar geleden, dat heb je hier toen ook verteld, je bedrijf, meen ik, voor 51% aan die Zweedse, niet TMG, maar MTG. De afspraak was dat je 4 jaar moest blijven. Daar zijn er 2 van om. Maar als ik de passie hoor waarmee jij over de nieuwe dingen spreekt, dan vind je dat helemaal niet erg dat je moest blijven? Of, Ik vind niet erg. Nee, ik vind het helemaal niet erg om te blijven. Het moet nog 1,5 jaar. Ja. Of het mag nog 1,5 jaar. Ik vind wel... Ik heb bij TMG ook al 1,5 jaar rondgelopen in een corporate en dat doe ik nu weer. En dat is ook wel de laatste keer, want het valt me van een meter. Nee? Nee. Wat gaat daar dan fout? Jan Riemens in een corporate omgeving? Nou, je denkt dat je met een mediabedrijf van doen hebt, maar het blijkt een accountantsfirma. Ja. Ik denk dat ze bij PwC minder accountants rond hebben lopen dan bij MTG. En dat is... dat bederft wel heel veel van de firma. Je bent je vrijheid een beetje kwijt. Nee, dat niet, want ik blijf natuurlijk gewoon de baas van het bedrijf en ik kan in principe doen en laten wat ik wil. Alleen de creativiteit aan de andere kant is er niet en dat vind ik heel erg jammer. Dus ik zou
eigenlijk liever wel veel minder het bedrijf leiden. Want het bedrijf wordt ook steeds groter. Hè. We lopen er tegen de 300 man. Van Brazilië tot China is ook heel erg lastig te managen. Ja. Zeker met al die andere culturen. En de uren van de dag is lastig. Ja. En leven bellen. En zo. Dus dat vind ik wel steeds zwaarder worden. Dan denk ik van, nou, ik bedoel nu 17 jaar. Dat hele operationele. En wij hebben dus geen HR-afdeling. Dat is een ding van mij. Dat ik doe wel heel veel aan HR, maar geen HR-afdeling. Want dat is alleen maar zeg altijd een manier om dingen af te schuiven. Maar het is wel super belangrijk dat je op niveau mensen aanneemt. Die je bedrijf verder kunnen helpen. En dat mis ik in Nederland. Ik mis de drive onder de Nederlanders om groot te worden. Ik mis het grote denken. Ik moet tegen partijen als Vice en zo aan concurreren. Ja, dat kunnen Nederlanders niet. We hebben niet dat hoofd. En elke keer als je in Californië bent, dan kom je echt gewoon, weet je, kom je zo weer terug. Super charged. En dan mag je in Nederland weer. Ja, Nederlands gaan doen. Daar heb ik last mee. Ik ben innovator, dus ik wil altijd nieuwe dingen doen. Vandaar dit. Ja. Dus ik ben wel ambivalent in mijn rol op dit moment. Ik vind het hartstikke leuk om je te zitten te vertellen. Je blufte 2 jaar geleden ook een beetje van dat je zei, nou, want je had dan earn-out, hè, ook over 4 jaar. Dus wat je nog presteert de komende periode, heeft gewoon directe impact op jouw portemonnee. Absoluut. Toen zei ik, ja, als we goed doorgroeien, dan is mijn bedrijf 250 miljard waard. Ja. Ga je dat halen? 400 miljoen zelfs. Dat weet ik niet, want dat hangt er nog de komende deze 2 jaar af. Maar ben je goed af. Op weg? We zijn zeker goed op weg, maar ik vind 1 keer rijk en 2 keer rijk is net zo rijk. Hè? Dat maakt weinig uit. Dus de drive om dat te bereiken is gewoon minder. Ik vind het veel leuker om van de Drone Racing World Series een succes te maken, dan om een paar miljoen meer voor de aandeelhouders te verdienen. Ja. En op dat opzicht zit er natuurlijk wel een eind aan mijn termijn. Ja. En als je zo gaat denken, dan moet je wel. Moeten we het ook nog over al die kortige dingen hebben? Al die niet, mensen hoor, want, die boos op je zijn? Nee, laat het maar niet doen, hè? Nee, ik ben er genoeg. Jij bent niet meer boos op me trouwens. Hè? Dat is dat. Ben ik dat ooit geweest? Ja, dat dacht ik wel, maar dat valt wel mee. Oké, nou, daar kunnen we straks nog even over hebben. Want we zouden het in 3 kwartier doen, Stekel. En we zijn inmiddels al over het uur heen. Dus we kunnen natuurlijk de camera's aan laten staan, de microfoons aan laten staan, dat jullie eventjes verder kunnen vechten. Nou, dat vinden mensen misschien wel leuk. Dat is altijd leuk. Hey, jij ontzettend bedankt. Indrukwekkend wat je doet. En we gaan deze sport op de voet volgen. Ik denk dat we in december weer een wedstrijd gaan organiseren. Heel leuk. Heel leuk. In Nederland weer. In Nederland, in de arena. Ja. Dus als de kaartjes verkoop online komt, dan nodig iedereen uit om te komen kijken en te ondersteunen. Weten. Want dat kunnen jongens goed gebruiken. Oké, super. Hartstikke mooi. Dankjewel. Even kijken hoor. We bedanken zoals altijd Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je live iedere dinsdagavond kunt meekijken. Ja, we bedanken natuurlijk Salto ook sinds kort. Ja. Ook mooi dat we alle distributiemogelijkheden aangrijpen. PQR, het bedrijf dat voor de hosting zorgt. Bier & Co. voor de biertjes. Steken, wat heb je vandaag? Ik heb een Brooklyn. Lager, heerlijk. En dat is goed, hè? Ja, sinds ze weer aan de lager zitten, doe jij weer mee met de biertjes helemaal. Van Bier & Co. Hè? Ja, yep. Hartstikke goed, man. En natuurlijk Freedom Lab, van waaruit we uitzenden. En wat ik ook eventjes moet zeggen, Steken, want we hadden hiervoor natuurlijk goede mediabedrijven erbij, waar mensen ook met abonnementen, et cetera, werken. Zoals je hier om je heen kunt zien, zie je misschien niet als je thuis bent, maar er komt natuurlijk toch wel het een en ander kijken bij zo'n uitzending. We hebben een behoorlijke groep mensen die ons steunt, die FMT-member is. Wil je dit soort media mogelijk blijven maken? Nou ja, weet je, meld je dan ook aan. Helpt ons weer de zomer en de winter door. En dan nog één ding, omdat het de 500ste is. Mensen zien ons altijd in beeld, maar zonder Martinus daar achter de mengtafel. Johan, die de gasten altijd regelt. Willem-Jan, die er ook altijd is om iedereen te ondersteunen. En Guido van Nispen, die de foto's maakt. En dan vergeet ik er vast nog een paar, zou dit ook allemaal niet kunnen. Dus die wil ik heel graag ook even bedanken. Hartstikke goed. Jullie bedankt dat je hier zijn. En dan kunnen we nu weer gaan drinken. Oké, dag.